We weten het nu. En daarmee bedoel ik dat de feiten en het juridische ervan, die zijn gisteren na 41 jaren komen vast te staan. Okay. Dus het weten is belangrijk. Het staat nu vast. Juristen zeggen vaak, het staat nu rechtens vast. Het staat vast dat in de nacht van 7 op 8 december 1982 de 15 mannen vermoord zijn op brute wijze. Dat is nu vast komen te staan. Dat betekent ook dat de terughoudendheid die bijvoorbeeld ik onder meer ook genomen heb wanneer ik sprak over de decembermoorden, die terughoudendheid hoef ik niet meer te hebben. Waarom had u een stukje terughoudendheid? Omdat je het niet weet dan. Hè? Het is nog in onderzoek. Het is ook niet noodzakelijk dat het Hof van Justitie zich daarover uitspreekt. Want het volgt reeds uit die veroordeling. Ja, en de wettelijke procedure is zodanig geregeld dat wanneer die veroordeling er is. Kijk, nu is dat vonnis van gisteren. Het vonnis moet nu beschikbaar worden gesteld aan het Openbaar Ministerie. Dat wil zeggen, het Openbaar Ministerie gaat van het Hof van Justitie het vonnis krijgen. Dus dat is de beslissing op papier. En aan de hand van dat vonnis gaat het Openbaar Ministerie gewoon die wettelijke procedure volgen. Er gaat een last tot ten uitvoerlegging komen. En als gevolg daarvan gaat op enig moment, en dat hoeft niet lang te duren, de volgende fase intreden van de executie, waarbij de aanhouding van de veroordeelde aan de orde komt. En dat die veroordeelde, zeg maar, afgeleverd wordt bij de penitentiaire inrichting. Dus de veroordeelde, als ik dit nog even mag zeggen, Gerold, met jouw toestemming. De veroordeelde hoeft niet te wachten op dat moment. De veroordeelde weet juridisch, Brada, ik heb nergens meer te gaan. Het Hof van Justitie heeft beslist. Ik heb geen rechtsmiddelen meer. Het is afgelopen. Het is komen vast te staan. Ik moet die straf ondergaan. Dus ik meld me aan. Ja, maar is er geen vluchtgevaar bij? Kijk, vluchtgevaar is natuurlijk iets waar altijd rekening mee gehouden moet worden. Daarom zie je ook dat de wettelijke procedure in strafvordering zodanig is ingericht dat de dan verdachte zo snel als mogelijk wordt aangehouden en in verzekering wordt gesteld. Dat is wel de normale procedure. Dus om vluchtgevaar te voorkomen. Dus vluchtgevaar heb je altijd. En daar is het Openbaar Ministerie moet erop waken dat dat niet geen realiteit wordt. En ik vertrouw erop dat het Openbaar Ministerie van ons dat ook zal doen.